komt er nu op aan, hè? De komende wedstrijden. Zeker vrijdag tegen Fortuna thuis. Ja, dat is een hele belangrijke. Ik denk dat we onszelf in een moeilijke situatie hebben gebracht. Maar we staan er nog steeds goed voor. Blijf ik herhalen. En nu moeten we gewoon een gat slaan. Anders komt Fortuna veel te dichtbij. Best wonderlijk. Jij zegt het zelf al, dat jullie er toch nog zo goed voor staan. Ja, dat is onbegrijpelijk. Als zij punten laten liggen, laat Fortuna ook meestal punten liggen. Maar nu hebben we nog steeds een eigen hand. En zorgen dat we gewoon vrijdag weer een grote gat kunnen slaan. Ja! Goed maken! Alles pakken voor hem. Want heb jij er een verklaring voor dat het zo moeizaam gaat? Want als je naar jullie selectie kijkt met Golla, Van der Pavert, met jou, met Dijkstra, met Karioglu, allemaal goede voetballers, dan zou je toch iedere wedstrijd de bovenliggende partij moeten zijn. En dan vergeet ik nog Groeneveld en Rahi die wedstrijden kunnen beslissen. Ja, klopt. Ik denk dat we ons gebruikelijke niveau niet halen. Denk ik, vooral de uitwedstrijden. Ik denk thuis kan het ook nog wel beter, maar dan hebben we de steun van de supporters. Dan trekken we de wedstrijd wel over de sleep. En, nu hebben we het een beetje lastig in de uitwedstrijd. Gelukkig hebben we vrijdag weer een thuiswedstrijd en dan moeten we er weer staan. Want het heeft wel even flink gedonderd, hè, in Maastricht, in de rust ook. Ja, tuurlijk. Veel frustratie. Dingen gaan niet zoals je wilt. En je krijgt klap na klap. Ik denk ook de uitwedstrijd veel fouten die gelijk worden afgestraft. En dat is zuur. En dan kom je nog op 1-2. En dan krijg je weer een klap. Ja, dan is de wedstrijd bijna over. Corrigeren jullie elkaar genoeg in het veld? Ik denk het niet. Ik denk dat we daar nog wel moeten werken. We hebben daar ook over gesproken. En iedereen heeft een commitment gegeven dat we dat gaan doen vanaf nu. Dus het kan zacht zijn, het kan hard zijn. Maar eindstand is kampioenschap of promotie belangrijk. Hoe moet ik dat zien, zo'n commitment? Nou, dat iedereen gewoon één doel heeft. En dat is promoveren. En je ziet het ook met supporters, emotioneel. En dat is begrijpelijk, maar we moeten gewoon zorgen dat we willen dat we vechten voor NEC. En laten zien en uitstralen dat we echt voor de promotie gaan. En soms, als je naar onze wedstrijd kijkt, lijkt dat niet zo. Dat heeft wel zijn redenen. Ik denk dat we ook niet goed samenwerken. En dan speel je in grote ruimtes en dan kom je niet echt in de duels. Maar ik denk dat we daar goed op hebben getraind. Goede afspraken hebben gemaakt en we zijn er klaar voor vrijdag. Als ik nu naar deze training kijk, ik vind het een beetje gesapig. Nee, valt wel mee. We hadden vandaag ook Luni training. Gisteren hadden we 11 tegen 11. Maandag hadden we 5 tegen 5 korte partijtjes. Het was allemaal fel. En nu is het weer richting de wedstrijd. We kunnen niet elke keer continu in die korte partijtjes en zo blijven zitten. En, soms even tactisch. Linies bij elkaar, middenvelders bij elkaar. Aanvallers die lekker afwerken. Dus zo gaan we te werk. Het is ook weer zo, als je vrijdag thuis wint van Fortuna, dan sla je een prima slag. Ja, daarom. Ik denk, je kan alles in negatieve beeld zien. Maar ik denk, je moet altijd positief blijven. Ik denk, er staan nog steeds 4 punten voor. Het kan 7 worden. En je kan ook Fortuna gewoon een klap uitdelen vrijdag. En dat is wel de bedoeling. En dat moet toch met deze selectie? Ja, ik denk het wel. Ik heb er alle vertrouwen in. We hebben gewoon een prima selectie. Alleen is het tijd om wakker te worden.